De mannen van Kou in de Melkweg. Jongens, hoe is dat? Ze hebben jullie hier al eerder gestaan? Met Kou eigenlijk nog niet, toch? Nee. Nee, dit is de eerste keer. Maar verder sta je hier wel elke week op het podium? Of... Toevallig afgelopen vrijdag nog met deze jongen. Ja, toevallig. Ik had al zoiets voorbij zien komen. En Dennis die was hier ook van hem met Sessions en die had jullie gezien. Dus heel gaaf. Wat kunnen we vanavond verwachten? Ik denk dat we een groot feestje kunnen gaan verwachten. We zijn een band die vooral feestmuziek speelt. House, elektronische muziek. Veel gemengd met jazz ook. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat de mensen gaan dansen vanavond. Daarvoor zijn we hier, denk ik. Ja, toch? Even een vraagje. Ben jij van oorsprong, want jij speelt Hammond. Ja. Dat weet ik, als geen ander. En daar volgens mij ben je daar ook al heel jong mee begonnen. Je bent ook nog jong, maar ja, je bent jong. Maar volgens mij was je heel klein dat je ermee begon, of niet? Nee, dat viel wel mee. Misschien relatief gezien wel, maar ik ben begonnen met piano spelen en toen was ik 9 à 10 dat ik een beetje begon te klooien en dat ik wat muzieklessen had. Ik vond muziekles in het begin ook helemaal niet leuk. Dus dat begon later pas. Ik wou gewoon liedjes schrijven en zo. En ik denk dat wij zijn gaan jammen in de eerste klas. Dus toen waren we 13. En ja, toen gewoon bij hem in de kelder. Gewoon keyboard neergezet, drumstelletje en gewoon rachen met z'n tweeën. En op een gegeven moment begon ik interesse te krijgen in het Hammond-orgel. En ik hoorde dat thuis al wel. Maar dat is op mijn 14 zo ongeveer. Dat wij hebben toen op Koningsdag hebben de hele dag gespeeld. En van dat geld hebben we toen mijn eerste orgeltje gekocht. En maar... Door wie ben jij of door wat ben jij Hammond gaan spelen? Ja, er is niet... Veel organisten hebben dan één iemand die dan hun getriggerd heeft. Maar het begon... Bij mij thuis wordt er heel veel verschillende soorten muziek gedraaid. Van jazz, tot folk, tot rock, tot wereldmuziek. En ook heel vaak kwam het Hammond orgel voorbij. Dus er staat altijd muziek op bij ons als we gaan eten in de ochtend. Dus je hoort het al. En toen ik meer interesse in de muziek begon te krijgen, ben ik op een gegeven moment gaan kijken op internet van ja, hoeveel kost zo'n ding nou, want het is eigenlijk wel te gek, weet je wel. En toen zag ik dat je een heel simpel modelletje voor, ik weet niet meer hoeveel we er toen voor hebben betaald. Ja, zoiets van €100 bij een oud mannetje opgehaald die er eigenlijk alleen nog maar op oefende één keer in de maand. Dus zo is dat een beetje begonnen en vanuit daaruit ben ik ook meer organisten gaan checken en ben ik er meer in geraakt, zeg maar. Dus het was... In die zin, het was meer het instrument wat me, ja, de sound gewoon die me aantrok. Ik heb ook niet één genre waarin ik het vind horen of zo. Het is gewoon, ja, het geheel. En hoe bevalt dat om daar de Hammond mee te integreren? Want dat is eigenlijk ook best wel uniek. Hammond en dance muziek, dat is niet een combi die je elke dag tegenkomt. Nee, dat klopt zeker. En eigenlijk merk ik ook, ja, ik gebruik natuurlijk wel veel effecten om het ook wat moderner te maken. Maar er zijn een aantal tunes die we spelen waarin ik gewoon echt puur orgel speel. En je merkt eigenlijk dat dat een hele goede match is. Ik weet niet exact waar dat aan ligt, maar dat is toch een soort van die sound die... Ik denk dat daarom ook het Hammond orgel in zoveel verschillende genres gebruikt wordt. Ik bedoel, pop, jazz, folk, van alles, weet je wel. Het is een soort van iets wat in die sound zit, waardoor je hem... Ja, in... Maakt niet uit of je het nou in elektronische muziek of in jazz of in pop zet, maar die sound die past er gewoon in. Dat is, dat is gek. Hoe zie jij de toekomst? Hoe zie je de toekomst van de band en in relatie zeg maar met de Hammond sound? Goede vraag, maar ik denk wel dat de Hammond op zichzelf... Ja, dat blijft volgens mij een instrument wat mensen blijft triggeren. Wat, ik bedoel, over 50 jaar heb je nog steeds de mensen die heel erg in de traditie van de Hammond zitten. En je merkt ook dat grotendeels de revival drijft daar heel erg op. Op juist de stijl van Jimmy Smith, Jimmy McGriff, die oude orgelplaten die dan juist weer omhoog komen, zeg maar. Maar ik denk ook dat het, zoals ik net al zei, het is zo'n bijna basisinstrument. Het bestaat ook in principe uit allemaal sine waves die je op elkaar stapelt. Dus je hebt een bepaald geluid en dan ga je opstapelen. En dat is eigenlijk een heel basisgeluid, is dat. En ik denk ook daarom dat je er zoveel mee kan doen. Dat ik denk dat het, dat orgel kan je volgens mij nog op zoveel verschillende manieren kan je dat toepassen. Kan je dat gebruiken
in verschillende muziekstijlen, in veel muziek, ja, echt van alles. Dus ik denk dat in die zin, dat, ja, vooral dat ze die Hammond ook in een soort van modern plaatje, ook voor de jeugd, dat de jeugd denkt van, dat jonge mensen denken, jonge producers, jonge artiesten denken van, hey, ik kan dit gebruiken. En niet alleen op de traditionele manier, maar dat je er ook echt nieuwe dingen mee kan doen, want, nou, ja, dat heb ik het idee van wel, heel erg. Terwijl de traditie natuurlijk ook te gek is, weet je wel. Ja. Dat is ook, maar zij deden er toen ook nieuwe dingen mee. Ik bedoel, dat was oorspronkelijk voor als kerkorgel. En er zijn gasten zijn er jazz op gaan spelen. Dat was toen ook al van, hé, wat zijn ze aan het doen? Maar, ja. Dus ik denk dat het in die zin, kan je er nog zoveel meer mee doen. Ja. Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Maar wat is voor jou het ultieme Hammond gevoel? Ik denk dat het ultieme Hammond gevoel is dat je het orgel zoals het oorspronkelijk was, kan plaatsen in een setting van nu, van 2018. Ik denk dat is voor mij het ultieme Hammond gevoel. Dat je dat oude orgel, wat al sinds de jaren 30 bestaat, in een hele nieuwe, moderne omgeving kan zetten. En daarmee nieuwe muziek kan maken, nieuwe dingen kan ontdekken. Ik denk dat is voor mij het ultieme Hammond gevoel. Cool, vind ik hartstikke fijn. Hé, hey jongens, wat kunnen we van Kou verwachten in 2018? Ik denk dat het belangrijk is dat we in 2018 meer in de clubs gaan spelen. Echt in de danceclubs. Want je merkt dat het nogal moeilijk is. Ook vaak gewoon om productionele redenen. Qua apparatuur. Heel veel clubs bieden de mogelijkheid niet eens. Maar om dat toch mogelijk te maken. En het is al een paar keer gebeurd. En je merkt dat dan enorm aanslaat. En ik denk dat dat ook nog wel echt een doel is voor 2018. Ja. Dat toch vaker in die clubs te staan naast alle DJ's, zeg maar. Ja. Ja. Dat gaat jullie vast lukken. Dus we blijven jullie volgen en we wensen jullie echt een waanzinnige avond. Maak ze geen. Top, dankjewel.